Zeg, het leven gaat vlug, het leven gaat snel voorbij. Ze zeggen aan, het leven is nerveus. Doordat het vlug gaat, wordt het leven steeds nerveuzer. De psychiaters hebben op het ogenblik continu bedrijven, weet u het? Ja, dat kan je goed horen. Op de radio hoor je elk ogenblik programma's voor de arbeiders in de continu bedrijven. Dat is voor de psychiaters, kan je goed horen. Psychiaters hebben de handen vol aan de psychopaten, de neuropaten, de karpaten. De hele dag zijn ze er aanwezig, hoor. Ze proberen er nog wat van te maken. Gisteren heb ik juist toevallig het verschil gehoord tussen een psychopaat en een neuropaat. Hoe was het ook weer precies? Oh ja, een psychopaat is iemand die weet dat 2x2 5 is. En een neuropaat weet dat het 4 is, maar wordt er zo nerveus van. Een psychopaat bouwt een luchtkasteel en een neuropaat woont erin. Zo zit het in elkaar, hoor. En een psychiater haalt de huur op. Zo is het daar. Oh, de wereld zit vreemd in elkaar. We voelen allemaal zoals we met elkaar zitten, voelen we allemaal dat dit de wereld is. Dat we er wat aan moeten doen. De een is wereldfederalist geworden, de ander is gewoon chauvinist gebleven. Een ander wil de wereld veranderen als vegetariër. Vervolgens is het nudist, hè? Iedereen wil het op zijn eigen manier. De vegetariërs proberen het zonder vlees, de nudisten uitsluitend met. Zeer merkwaardig. En ondertussen heb je allemaal mensen die nemen het iedereen kwalijk. Dan zeggen ze, ja, die man is een vegetariër. En een ander zegt, oh, dat is een nudist. Wat kan zo'n man eraan doen? Die is zo geboren, die kan er niks aan doen. En ondertussen gaat het leven elke dag vluggen. Ik herinner me nog precies, ik was een kleine jongen. Als de dag van gisteren, ik was een jongen van een jaar of 12. En dan speelden wij het haasje overspel, ik weet het nog precies. Wij speelden het haasje overspel, we spelen het nog wel, maar zonder haasje. De mensen komen naar mij toe en die zeggen bijvoorbeeld, ja, je hebt geen verstand van de liefde. Je bent 24 jaar met dezelfde vrouw getrouwd en dan weet je er niks vanaf. Ik zeg altijd, dat zal er wel zo zijn. Ik kan er ook niks aan doen. Een vriend van mij is op het ogenblik 24 jaar oud. Die is aan zijn vierde officiële vrouw begonnen. Onofficiële zijn niet meer te registreren. Elk ogenblik komt hij de kamer binnen met een ander eng mens. Elk ogenblik komt hij naar ons toe. Mag ik je even mijn vrouw voorstellen? Dat is goed op zijn plaats. En ondertussen draait de wereld verder en de problemen springen uit onze hand. Neem eens een ander probleem. Neem eens de jeugd. Dat is een probleem, hoor. De jeugd heeft op het ogenblik geen vat meer op de ouders. Oh. De ouders doen maar en die lichten de kinderen niet meer in waar ze naartoe gaan. En de kinderen zitten maar te wachten en maar tot vader en moeder eens thuis willen komen of zo, hoor. Het is verschrikkelijk en dan krijgen ze er nooit meer uit waar ze geweest zijn. Oh, zijn toestanden, hoor. U dacht toch niet dat de ouders iets over de kinderen hadden te zeggen? Dat dacht u toch niet? Hè? U dacht toch niet dat vaders iets over hun dochters hadden te beweren? Dat dacht u toch niet? Hè? Trouwens, dat is nooit geweest, weet u wel? Vaders zijn altijd in de loop der jaren zijn vaders altijd belachelijke figuren geweest. Jazeker. Ik spreek ook nooit over vaders. Ik spreek uitsluitend over haha vaders. Vaders, laat me niet lachen. De vader zegt: wat ga je doen?